Dit is Van Torentje naar Torentje. Met vandaag Marianne Thieme, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. U heeft zelf een kat, heb ik begrepen. Ja. En die kat mag ook vrij buiten rondlopen. Ja. Dus ik neem aan dat die kat ook wel eens een vogeltje verschalkt. Nee. Niet? Nee. Ah. Hij is goed opgevoed. En als de kat nu naar buiten gaat en toch met een vogeltje aankomt? Denkt u dan van, nou ja, dat is het natuurlijk gedrag van de kat, dat vogeltje moet gewoon opgegeten worden? Nee, natuurlijk, elk mens vindt dat heel vervelend, maar het kan inderdaad gebeuren, ja. Okay. Wij zijn wars van compromisme. En dat moet je niet verwarren met compromissen sluiten, want natuurlijk in de politiek moet je ook compromissen soms sluiten. Maar het grote verschil is, en dat is misschien wel een goed voorbeeld, is dat als je al op voorhand aangeeft dat je water bij de wijn wilt doen, bijvoorbeeld Jesse Klaver die vorige week zei, aan onze klimaatplannen valt nog wel wat te tornen. Wij willen dat wel inzetten in de onderhandelingen. Dan geef je dus in feite al je wisselgeld weg. Mm-hmm. En dat vind ik over het algemeen slechte onderhandelingstactiek. Maar goed, dat is aan hem. Wij zijn van het vaststaan in idealen. Die schijnzekerheid die geboden wordt door de doorrekenen van de partijprogramma's. Ja, daar zijn wij ook wars van. Ja. Wat is daar schijn aan? Nou, het is ten eerste wordt de kiezer in feite met een kluitje in het riet gestuurd door aan te geven hoeveel banen er komen in 2060. Laten we dat even tot ons doordringen. Een CPB die meent te kunnen berekenen hoeveel banen er zullen zijn. Oh, in 2060, dat is over 43 jaar. Maar wat het grote belangrijke punt is, is, we hebben bijvoorbeeld gevraagd aan het Planbureau voor de Leefomgeving, zouden jullie ons partijprogramma kunnen doorrekenen? Als jullie weten, en dat zeggen jullie zelf ook, dat onze ecologische voetafdruk, dus alles wat wij doen en wat de negatieve effecten zijn in het buitenland, kunnen jullie dat ook doorrekenen. Want we weten dat 2/3 van alles wat wij produceren en consumeren, de effecten daarvan, zijn te voelen in andere landen. Daar waren ze niet toe bereid. Dus daarmee bied je in feite, dan veeg je je eigen stoepje schoon, maar alles wat je in het buitenland aan veroorzaakt, de negatieve effecten, wordt niet meegerekend. Ja. Iedereen die zegt, ja, mondialisering is, dat is nou eenmaal een feit. Mm-hmm. Het is gewoon een resultaat van politieke keuzes. Mm-hmm. En dan kun je dus ook andere politieke keuzes maken. En ik denk dat heel veel mensen die het gevoel hebben van, ik heb geen regie meer over mijn leven. Ik heb een koffieshop, of ik heb niet zozeer een koffieshop met drugs, maar koffie te drinken. Ja, precies, die bedoel ik. Ik dacht, wat zeg ik nou? Nee, maar ik heb een koffiehuis, gewoon een lunchroom en ik zie gewoon de ene Starbucks naar de andere komen die nauwelijks belasting hoeven te betalen. Ja. Hoe kan ik daartegen concurreren? Dat is denk ik een wereld waar mensen langzamerhand van zeggen, dat is niet een wereld waar ik in wil leven. Nee. Midden- en kleinbedrijf zijn vaak de motor voor werkgelegenheid. Maar we worden langzamerhand doodgegooid met alleen maar multinationals die nauwelijks belasting hoeven te betalen. 4 jaar geleden stonden we er ook bij, toen zei ik denk dat we wel kunnen doorgroeien naar 4-5 zetels. Ik denk dat Denk 1 zetel haalt. Ik denk dat... Dat is niet veel. VNL geen zetel haalt. Ik denk dat 50 plus... Even kijken, 6 haalt. Dan komen we bij... Slaat u uw eigen partij nog maar even over, hè? Oh ja, oké. Okay. Ja, dat haalt het een beetje spannend. Ja. SGP op 3. Maar dat is misschien ook wishful thinking. Dan komt GroenLinks. Ik denk dat GroenLinks komt op 17. Dan komt D66. Dat denk ik dat die op 18 komt. CDA komt op 18 ook. Dan komt de PVV denk ik op 21. En de SP komt op 17. En dan komt de PvdA op 12. En de VVD op 24. En dan komen nu? Wij op 6. Klopt helemaal, 150. En dit was de laatste Van Torentje naar Torentje. Een uitzending terugkijken, dat kan op het YouTube-kanaal van TV Enschede FM.